Het Nationaal Coördinatieteam van de COVID-19-pandemie vreest dat de besmettingen zullen toenemen met de komende feestdagen. Op de gisteren gehouden COVID-19-persconferentie zei Sunita Nanan Pandey Gopisingh, voorzitter van de stuurgroep COVID-19-communicatie, dat als de samenleving de Mohana-maatregelen niet in acht neemt, we waarschijnlijk eerder in de vijfde golf zullen belanden. Het toenemen van besmettingen zal afhangen van het gedrag van de burger en de snelheid van de vaccinaties. Wat ons in ons voordeel werkt, is de opgedane immuniteit van het deel van de bevolking dat reeds de ziekte heeft doorgemaakt. En het deel dat volledig gevaccineerd is en eventueel ook nog de booster erbij heeft. Dus dat is dat kleine beschermlaagje dat we nu hebben. Waardoor die cijfers omlaag kunnen gaan en gaan. Een volgende concern, dus behalve dat we dus de feestdagen krijgen waarbij mensen de neiging hebben. En we zien het al op straat. We maken ons daar echt zorgen over. De drukte, de nabijheid van mensen. Mensen gaan misschien wat minder snel een mondmasker opzetten. Minder de handen ontsmetten. Kortom, minder Mohana-regels in acht nemen. En dan hebben we dan als volgende concern, zorgpunt, het ontstaan van het Omicron-variant. Daar heeft u ook al heel wat van gehoord. En dat gaat straks ook nog meer uitgelegd worden. Want Omicron zegt ons nog niet wat het gaat doen. Nanan Pandey Gopisingh zegt dat als de samenleving haar verantwoordelijkheid niet inneemt, we een soortgelijke situatie als vorig jaar zullen zien. Op basis van een prognose zal tussen 27 december en 17 januari het begin van een nieuwe golf te merken zijn. Of als we echt kunnen uitgaan van die opgedane immuniteit, dan zeggen de epidemiologen, de mensen die die prognose maken, die dat vooruitzicht maken, dat we eind maart ergens toch wel die vijfde golf kunnen verwachten. Dus dat zijn twee opties, twee scenario's die er nu spelen. Natuurlijk willen we dat we blijven in die situatie zoals het er nu is. Echter heb ik gisteravond gezien dat we dus toch weer op 41 besmettingen zaten, waarbij het R-getal weer naar 0,9 is. Waar het een paar dagen geleden bij 0,7, tussen 0,7 en 0,8 was. Nanan Pandey Gopisingh roept de samenleving op om alert te blijven. Ze benadrukt dat de COVID-19-situatie in het land van de ene op de andere dag gewoon kan veranderen. We zitten nu nog goed en we willen het zo houden, aldus Nanan Pandey Gopisingh.